hier dus de grafsteen. Spijt dat niet meer. Ja, jij. Hallo allemaal, hele goede morgen voor iedereen. En vandaag ga ik dus eventjes wat doen wat betreft Diesje. Want Diesje is nu voor de tweede keer dit jaar is haar hoef bevangen. En dat komt eigenlijk doordat het eerst dus te koud was dat het allemaal suikers vasthield. En nu dus omdat het te warm is en te weinig water krijgt. Ja, helaas kunnen wij hier niet tegenaan sproeien. Dus is zij in één keer een beetje hoef bevangen geworden. Dus wij zijn er vroeg bij, maar toch hebben ze de medicatie nodig. Dus dat ga ik even als eerste doen. Hier heb ik dus de spullen klaar liggen. Een beetje appelmoes, het medicijn en een bakje en een kleine theelepel. En dan gaan we nu beginnen. Nou, het gaat er eigenlijk om dat we hieruit zo'n 1,5 lepel. Zo, niet al te veel. Dit is eigenlijk genoeg om dus het mengsel in te gaan maken. Dus deze. Even heen en weer. Ik heb jullie om mijn nek heen hangen. Krijg. De andere kant. Gaat een stuk makkelijker. Nou, het ruikt niet vreselijk, laat ik eerlijk wezen. En als ik het zo ruik, dan zou ik haast denken van, nou, het smaakt ook niet echt ranzig. Dus ik kan natuurlijk even doorroeren. Tot het één lekker drapje wordt. Dus ik zie jullie zo terug. Nou, dit is dus uiteindelijk het drapje. Dan heb ik dus hier een enorme spuit. En daarmee ga ik het even erin doen. Ik heb er dus nu een heel klein beetje water bij gedaan. Dus eventjes ietsje schudden. Zo. Ja, het komt er niet ineens uit spuiten. Dan zie je wel dat ik een beetje lucht erin hou. Zodat hij in ieder geval niet leeg gaat op het moment dat ik ermee aan het lopen ben. Het is best een spuit vol. Maar gelukkig vindt ze het erg lekker door de appelmoes. Ja, Jassie is ook al bij zijn vriendinnetje. Hi Jess, sta je daar zo achter de kippies? Ja, hi Jess, hallo meid. Ik heb gelukkig het stroom eraf gegooid. We hadden hier hermetisch een zwembadje van gemaakt en die heeft Lissy hermetisch gesloopt. Hé? Ja. Zo, hi, hi jongen. Je mag wel een stukje naar achteren, Dies. Kom. Ja, ja, we gaan jou even deze geven. Zie je zelf je mond op of... gaat dat vandaag niet gebeuren? Oh, je bent. Niet op het spuit knabbelen. Doe dat eerst maar even wegwerken. Ja, lekker hè? Eerst. Zo, nou dat was het alweer. Ja. En dan ga ik wel even wat water uit je bakkie pakken om dus het laatste een beetje erin te doen. Lekker hè. Lekker hè. Dat is, ik denk echt niet dat ze dit medicijn zo vreselijk vinden. Zo. Even een beetje schudden. Schudden van gebruik. Ja. Ja. Nee, je hebt top. Het is weer klaar. Ja, het is weer klaar. Ja, zo jij hier ook. Je hebt je grote neus gehad. Ja, 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 nee. Nou, ik ga jullie verlaten. Want dan ga ik hem... Oh, jeetje. Oeh. Ga ik de spuit weer terugbrengen. Ja. Dan gaan we straks wat leuks uitproberen. Iets nieuws. Ja. Komt goed. Ga je dat leuk vinden, Jassie? Nou, die zie je rustig aan. Oké. Okay. Ja, eerst heb ik zelf het een en ander te doen. Dus ik ga van wasje draaien. En dan heb ik dus weer tijd voor de paarden. Maar het moet wel even gedaan worden. Want ik had uithangen en dan is het ook weer vandaag klaar. Hoi. Hey. Hey, Beertje. Hoi. Nee? Oké. Okay. Hey, Molly. Hoi. Hoi. Vind je wel lekker? Ja, met je bordje erbij, ja. Oh, wat goed. Wat wil je doen? Hier.
Ja, nou lekker kouwen. Nee, nee, dat is de spuit. Dat mag je niet hebben. Ja. Nou, was gewassen en helemaal klaar en opgehangen. Kom hier beneden en vind je de aaibare kooi, vind je dus dood. Zo zielig. Wat die daar dan op de bodem. Of niet? Net moeite gedaan met het begraven van de vis. En hij heeft dus heel even op het land gelegen. Ik ben 3 keer raden wie er dus doorheen is gerold. En wie er enorm ruikt naar vis. Dat is echt niet normaal. Dus ik ga er eentje nu douchen. Dat kan niet zo. Ja, jij. Ja, je wordt gedoucht. Je stinkt helemaal de vis. Ja. Oeh. Nou, hier dus de grafsteen met de vis eronder. Onze tamste vis, die altijd naar ons toe kwam om geaaid te worden. Dus ja, is wel een verlies eigenlijk. Ik heb dus nu maar even de zoutblok buiten gehangen. Want hij begon op een gegeven moment te knabbelen hier aan het hout. Dus ja, dat is meestal een tekort aan zout. Volgens Jazri. Hé? Is het lekker, maatje? Gewoon even uit het stalletje gehaald en hier opgehangen. Nou, ja, gaat een stukje beter. Loopt goed. Ja. Yes. Nou, toppie. Ik ga dus nu even de bal vullen. En dan gaan we. Zo. Het moet om te beginnen genoeg zijn. Kijk of hij dat vindt. Jessie! Yes! Ik heb een nieuws voor je. Wat is dat? Hier. Ja? Nee, 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 nee. Je bent veel te snel geweest. Even kijken. Goed zo. Ja. Hij denkt ook, daar is het gaatje. Ja, yes. Zo werkt hij niet, hè? Kijk. Oh, ze vallen er nog moeilijk uit ook. Ik krijg het er niet eens zelf uit. Ja. Ja. Deze eruit gooien. Maar ik ben gelopen en. Ze loopt beter. Ja, hè. Maar wat moeten we nou? Want nou zit je hem zoek te geven van het graven. Komt goed.
Zij krijgt hem zo ook even. Maar uitprobeersel. Mijn vriendinnetje mag ook even spelen. Ik heb zo'n idee dat ik hem veel wil. Gezien ik er zelf ook maar eentje uit krijg. Ja. Lekker, hè? Ik kreeg wel echt genoeg moeite eruit. Maar goed, dit wordt jullie nieuwe speeltje. Ja. Hé, hey, jullie weten gewoon al hoe dit werkt. En snelle leerlingen. Maar ik ga er wel wat meer in doen. Dus krijg je er nooit wat uit. Lukt het, Jas? Ja. Nee. Nee dan. Goed. We weten in ieder geval dat het werkt. Inmiddels pijnen mijn vingers wat breken. Echt een beetje overbelicht. Maar hè? Sander erin laten vallen. Zeg maar. Er zit nu wel een hoopje in. Ik heb het wat kleiner gemaakt. Omdat het uiteindelijk dus wat sneller eruit gaat vallen. Maar tot die tijd dus in ieder geval een leuk spulletje eraan. Dan ga ik de kast maar weer even dichtgooien. Want het is veel te warm eigenlijk om hiermee door te gaan. Laat ik eerlijk wezen. En ik heb zoiets van, ja weet je, ik ga niks met mijn paarden nu doen. Want het is ook echt snikheet. Ze hebben in ieder geval alles gehad. Er is gemest, voer gehad. Ze hebben kennis gemaakt met het leuke spelletje. Iets minder leuk, ja, ik heb er eentje moeten begraven. Maar ja, goed, ook dat hoort erbij. Al met al hoop ik toch dat jullie een leuke vlog hebben gezien. Of in ieder geval dat jullie deze leuk vonden, laat ik het zo zeggen. Like, abonneer. En jongens, ik ben te moe en te plakkerig om verder te gaan. Dus zie jullie later. Doei doei.